Ik ben begonnen met sunfish zeilen toen ik als 6-jarige of 7-jarige misschien op Curaçao woonde. Een sunfish is een klein eenmansbootje, ongeveer 4,5 meter lang. Er zit één zeil op. Wat ik bij kinderen leuk vind, is dat ze niet alleen leren zeilen, maar ook leren de wijde wereld een beetje te verkennen. Ik ben nu 65 en ik ben pas op een hele late leeftijd erachter gekomen dat ik nog doelen kan zetten en nog heel hoog kan eindigen. En op Curaçao heb ik voor de eerste keer meegedaan met de wereldkampioenschappen. Toen was ik 58 of 59 en toen merkte ik dat ik eigenlijk wel mee kon komen. En dat triggerde me zo enorm dat ik per se, als ik in de categorie 60 plus, wilde kijken of ik daar de top zou kunnen bereiken. En in Peru heb ik daaraan meegedaan en daar heb ik ook goed voor getraind. Want ik wilde kijken of ik dat doel zou kunnen bereiken. En ja, niet tot mijn verbazing, maar ik was wel heel erg opgelucht en heel tevreden dat ik toen in die categorie eerste ben geworden. En daarom wil ik eigenlijk aan heel veel mensen de boodschap meegeven. Je bent niet te oud om nog doelen te zetten en daar dan ook voor te willen gaan en dat te kunnen bereiken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jeugdigen. Omdat we hier zo prachtig zeilwater hebben, ervaren een hele hoop jeugdigen die hier wonen dat niet als bijzonder, maar het is heel bijzonder. Dus je hebt hier zo een geweldige kans om elke dag te kunnen zeilen en te kunnen gaan trainen om al op een hele jeugdige leeftijd de top te gaan bereiken of in ieder geval daar naartoe te groeien. En ik zou tegen de kinderen hier willen zeggen, pak die kans.